Lieve mensen, hier zijn we terug. We hebben een weekend gehad. Mijn weekend was top of the bill. Ja, maar mij nog topper of the biller. Hè. Uh-huh. Ik ben echt naar een kinderfeestje geweest. Onder de kinderen, allemaal razend enthousiast. Die kijken allemaal, hè, voordat ze gaan slapen. Hè. Ja, dat is leuk. Man. En daar zat daar één manneke, hè, de Sven. Maar jongen, dat was een fan van u. Alles tof. Bruno, zo die Latijnse woorden. Ja, dat, voilà. Zie, het heeft toch zijn nut. Ja, maar dat manneke zat daar wel alleen. Hè. Helemaal afgezonderd. Ja, de andere kinderen wilden daar niet mee spelen. Dat is de tol die je betaalt als je gewoon dingen wilt weten. Hè. Sven zal misschien in een hoekje gezeten hebben. Ja. Maar Sven zal nu begrijpen wat ik zeg. Als ik zeg, his dictis ad ipsum textum trans e amus. Die andere kinderen zullen wel maar chips hebben, cola fretten of cola light. Als mij aspartaan. In de bloedvaten. Laat ze maar gewoon hun leven vervetten en verzieken. Sven, jongen, wij weten beter. Voilà. Laat ons nu overgaan tot de volgende bladzijde. Ik ben blij dat jij ook een goed weekend gehad hebt. Ja. Ik heb het hem gezegd, hè, Sven. Ja. We storten te pletter. Wel nee. De raket zal zich zachtjes neerzetten. Er hapert iets aan het landingsgestel, geloof ik. Ja, ik heb ook de stille indruk. Ah, daar heb je het. Ontvangstcomité. Mens, wat is het hier bitter koud? Ja, 86 graden onder nul. Maar wij zwartvoeten weten daar niets van. We hebben geen thermometers, weet je? Zeg eens, makker, er volgt ons iets. Wat is dat? Dat is een onze vrouwen. Mooi, hè? Ja, veel mooier dan bij ons. En het is hier nog mode van het lang haar, zie ik. Kom, Nero, het comité is bij kans aan de horizon verdwenen. Na een tijdje komen de mannen, voorafgegaan door de fanfare, in de hoofdstad. De winkels zijn er gevuld met pompelmoezen en knoppoklamos. Laatstgenoemde zijn op aarde eerder schaars. De bewoners van Pompelanium, die nog nooit een aardbewoner gezien hebben, kunnen hun verbazing moeilijk onder stoelen of banken steken, want ze hebben er geen. Zoals al wat nieuw is, de mensen bekoort, vergaat het ook met Nero. Nero wordt op de handen gedragen en met pluimen en confetti bestrooid. Ja, een aantal mooie contaminaties zitten hier in deze tekst, vind ik. Pluimen en confetti, pek en veren natuurlijk. Vergaat het ook met Nero. Met wordt niet gezegd, men zegt gewoon vergaat het ook Nero. Maar fijn, dan is de lijst is eindeloos, maar ik ga er niet op in. En dat gaat dan over Nederlandse woorden, geen Latijnse. Man van de stad. Ja. Nu, wat mij ook opvalt, zijn de nogal fallische allusies die gemaakt worden hier met de torens. De raket die zich ook vrij fallisch in het aardoppervlak van Pompelanium, het Pompelanium-oppervlak boort. Dat zijn gewoon buildings, hè. Ze hebben hoofden op elkaar, dus die mensen wonen ook in gebouwen op elkaar. Dat is toch een logica. Ik wil het goed geloven dat het architectonisch allemaal mooi uitgedokterd is, maar we zullen nu zien of Nero één geen verkoudheid opdoet van die temperaturen. Min 86 is niet min. Ja, hij loopt daar eens aan een smoking in. Ja. Maar hij zal wel een dik onderlijf kunnen hebben. Hè. We zullen straks zien hoe het feest een kater oplevert of niet. Hè. Beste mensen, we zijn hier terug. Daarnet is Nero ontvangen in Pompelanium met een zeer grote hartelijkheid. Bijna als een held ingehaald. We zullen nu zien wat het ontvangstcomité hem verder heeft bekokstoofd. Het ontvangstcomité brengt Nero naar de hoofdzetel van de VVPONDDWM. Dat zijn nu de hoge pieten waarover ik u op aarde sprak. Met 3 koppen zijn de professoren, met 5 is die grote baas. Eerbiedig zijn, met 2 woorden spreken en uw excuses aanbieden omdat je op hun planeet geland bent. Mijn excuses aanbieden? Zeg eens goed, zeg, heb jij mij al eens goed bekeken? Er valt hier niks te excuseren. Daarbij werp uw blikken door het venster en luister. Ik ben in de smaak van het publiek gevallen. Nero, Nero, wij willen Nero. Weg met al die koppen. Nero, Nero president. Ik ga me nog een beetje laten ronddragen, zie. Adieu. Maar bij de hoge bonzen broeit het wat. En ze steken de koppen bijeen. En of.
Als het hier nog lang gaat duren, zal het hier rap gedaan zijn. Ik ken mijn papa Nijmers. Heldenverering en toffe gastaanbieding is steeds hun zwak geweest. Zolang ze naar ons respectabel aantal koppen konden opkijken, liep alles van een leien dakje. Maar nu komt daar zo'n vierkante kwiebus met een ocharme eenhoofd en de poppen gaan aan dansen. Heren, mag ik een bescheiden voorstel doen? Mijn laatste uitvinding is een serum dat de mens in steen verandert. Ik zoek al lang een proefkon. Als standbeeld kunnen ze hem nog vereren, maar dan zal hij ons geen last meer bezorgen. Bravo! 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 Professor Snoofpoel, breng uw plan ten uitvoer. Je hebt onze zegen. Dank u, heren. Het zal een schoon standbeeld worden. Intussen wordt Nero door het enthousiaste publiek in de lucht gezwierd. Geef daar eens een oude appelsienkist. Ik ga een speech afsteken. Volk van Pompelanium, ik heb er verschrikkelijk lang op nagedacht en gepeinst. Wat gij mankeert is een leider. Iemand met een stalen wil en een ijzeren vuist. Enfin, iemand gelijk ik. Nero, Nero, luistert, je bent in groot gevaar. Allee, stil gij, ik ben in tijd van mijn speech. Bis, bravo, bravo, bravo. Amai, zeg, ongelooflijk. Hier loert de perversiteit, Sven. De verdraaiing van de macht loert hier al om de hoek. Hè? Nero wordt al direct, krijgt een groot ego. Ego is ook Latijn. Ik wordt... betekent dat. Een groot ik krijgt hij het door volk al die aandacht. Willen, hè, het volk willen, maar de macht is er bang van. Ja, homo homini lupus, hè, Svenneke. De mens is voor de mens een wolf. Hè. Er luisteren nog andere kinderen dan die Sven. Hè. Maar het feit is dus dat er een of andere Pompeliaan de macht heeft om Nero, of een elixier heeft, een brouwsel... Ja. Om Nero in steen te veranderen. We zullen zien of dat tot bij hem geraakt of hij zal luisteren naar de goede raad van die ene Pompeliaan. Ja. Tot morgen.